Vandaag is het eindelijk zover en nemen Robbie en ik het op tegen niemand minder dan Fish en die andere guy. Al onze memes worden gebruikt in video's van de bankzitters. Maar meedoen, homaar, hè? Mietjes, jongens, zijn mietjes. Ja, dit hier was echt een druppel. Hier moesten Robbie en ik ze echt wel uitdagen. We hebben trouwens een uitnodiging gekregen van de bankzitters. Of tenminste, in ieder geval Raoul en Mattie, toch? Nee. Mattie en Rob, heel goed. Rob. En de heren zijn niet echt onder de indruk van onze skills op F1. En dan kijk je zo'n Lucky Graaf NL. Man, echt. Die heeft ook alle hulpmiddelen voor mijn gevoel aanstaan. Maar omdat jij en ik allebei weten dat we die twee gasten met twee vingers in de neus pakken, dachten we, laten we gaan proberen ze te verslaan met een controller. En dan uiteraard zonder dat zij dat weten. Je speelt wel met stuurtje, of niet? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, zo'n overpowered ding. Ja, mocht dit lukken en mochten we van ze winnen, dan is dit toch wel de ultieme vernedering. Jeroen, pas op met de vuur. Het is een keer niet die guy. Die guy. Je zei een keertje die guy over hem. Bij hoeveel likes gaan we volgende keer tegen Fish en die andere gast? Dit was echt leuk. Heb ik dat gezegd? Ja! Heb je nou een hele kwalificatie gedaan? Voor 5 rondjes. Eenmalig kwalificatie staat er. Nee, is dat eenmalig kwalificatie? Nee, eenmalig is eenmalig. Oh, is nog een hot lap ook nog. Dat mag meteen aan de bak. Wat wil jij dan? Nou, weet ik wel. Een half uur kwalificatie. Nee, een Q1, Q2, Q3. Andersom dan. Hey, hoe staat de schade, man? Nu staat hij uit. Kijk! Trouwens, die is volgende keer, hè, Baku. Ja, daarom heb ik hem ook gedaan. Ja, ja. Oh ja, dat is leuk voor de video, want die komt waarschijnlijk... Leuk. Q1 2023, man. Wow, hij vuurt jou gewoon! Ik heb echt een verschrikkelijke ronde. Ah, ik had dat echt niet verwacht van jou, man. Ja. Rob, we staan erachter, nee. Oh, what the fuck, 15 en 6. Hè? Wat hebben jullie gedaan? Achter ze voren gaan rijden. Ik wil graag eventjes, ik moet even de... Ik ben zo lang, het is zo lang geleden dit, ik... Ik ben 13e. Waar staan jullie trouwens? Ja, Robbie gebruikt hier het account Slow Reload en ik speel op Elfish Arthur. Het feit dat de fish in die naam staat is overigens puur toevallig. Dat was gewoon zo'n standaard Xbox naam. Robbie en ik rijden voor het team van Williams en Fish en Jeroen rijden voor Ferrari. En het is de bedoeling vandaag om als constructeur de meeste punten te behalen. Dat team wint. E40? E40 of zo? Ja, leuk. Je moet dat doen in het leven, jongen. Houd je jong. Ja, je vriendin ook. Dus wij hoeven gewoon niks te zeggen, zij vuren elkaar gewoon. It's lights out! En away we go! Hey Fish, ik sta achter jou! Fish, die Fish, je bent slecht weg! Oh, ik ben er wel voorbij! Ik ben er wel voorbij! Ja, Fish in! Hoppa! Nee jongen, maar Koen, je gaat onze Hamilton recht door! Ik heb waarschuwing naar een beeld, hè jongens. Wat de fuck is dit, jongens? Wat is het? Waar zijn ik 20ste? We hebben ze ingehaald erop, een stap voor oh, ze. Oh nee, 19e! Jeroen staat achter me, lekker Jeroen. Nee jongen, Baku, je gaat als Hamilton rechtdoor. Iedereen gaat rechtdoor. Oh! Hey! Wat de... Ja, Robbie maakt hier bij de start meteen wat plekken goed en kan hier richting de punten gaan rijden vandaag. Oh, daar gaat iemand voor me langs. Lekker jongens, lekker goed bezig. Ik heb Angel Mexico al ingehaald. Applaus! Ja. Ik ben twee posities... Hey, dat kasteel blijft toch altijd vreselijk, hè? Waar liggen jullie nu? Ik lig nu 9e. 9e, Rob? Ja. Punten voor het team. Yes, ik hou ook weer iemand in. 10e nu. 10e nu. Switch it up. Hey, nee, niet doen! Ai! Als we allebei in die klote Ferraris. Hey, sta je achter me? Iemand heeft 2 seconden penalty alweer. Huppakee. Dus we staan virtueel 5 en 16e. 9e. Vis, slechte exit, Vis. Dat kan niet, Vis. Ja, ik kom naar de binnenkant. Ja. Nee, Vis. Vis, in je slipstream zit ik. Ja, weet ik. Ik merk het al. Ik heb meer snelheid. Vis, ik heb meer snelheid. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Vis, niet doen. Wat zijn ze hier aan het doen? Het zijn gebotsautjes.
vis! Ik heb vis gepakt, let's go! Hoppa! Ik sta in de top 10. Nee, 11e. Zijn 11e? Oh, ik ga 9e. Ja, ik had op dat moment helemaal niet door dat ik bij de ingang van de pitstraat nog 18e lag. En letterlijk na bocht 1 ineens 11e sta. Dit zijn echt Ricciardo-achtige taferelen, dit joh. Nee, niet die Ricciardo-achtige taferelen. Deze Ricciardo-achtige taferelen, weet je wel. Ja, en het kwam eigenlijk voornamelijk omdat Jeroen een Ricciardootje Baku probeerde hier, oh. Nee! Ik lig weer 18e. Ik lig. Oh, oh. Dit is overigens niet zo goed voor je banden. En vooral niet voor de temperatuur van je banden. Daarover gesproken, omdat jullie de vorige zo leuk vonden. Temperatuur in de banden. Temperatuur in die harde band. Temperatuur in die Pirelli's. Weinig temperatuur. Te weinig temperatuur. Temperatuur in de banden is nog niet aanwezig. Perez met temperatuur in de banden. Fernando Alonso, of Lewis Hamilton moet ik zeggen natuurlijk, met nog niet helemaal temperatuur in de banden. Temperatuur. 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 Trouwens, ik zie 5 seconden penalty. Oh, iedereen penalty hier, jongens. Hoe kan dat dan? Hoe kun je penalty krijgen? Nou ja, als je een stuurbeweging maakt. Yo. Stuurbeweging maakt niet helemaal lekker. Oh, nou, godverdomme! Oh mijn god, dit was hem gewoon live. Inmiddels is Robbie trouwens begonnen met het geven van een aantal subtiele hintjes. Ik kan niet naar achter kijken. Hey, hoe kijk ik achteruit? Hoe moet ik achteruit kijken? Oh, ik word gebeukt! Oké, hey, ik ben vol gebeukt, maar die guy achter mij reed ook rechtdoor. Oh, zo kijk ik achteruit. Want ja, wie rijdt er nou al een paar jaar op een playseat van 3000 euro en weet vervolgens niet hoe je achteruit moet kijken? Nu moeten ze wel iets doorhebben. Mijn stuur stuurt ook heel anders op Xbox dan op PC, man. Nee, heel raar is dat. Ja, is het verschil. Er zit echt heel veel verschil in. Ja. Inderdaad, echt bizar. Het ziet er ook veel minder mooi uit als goed in de wereld. Het ziet er echt niet uit. Ja, inderdaad. Ik vind dit stuur ook een stuk minder mooi dan dat stuur wat ik normaal. Ja, maar wij... Hallo, ik heb een Xbox Series X en dat ziet er gewoon mooi uit, hoor. Ja. Fish, ik kom achter jou, hè? Boys, ik had wel een beetje verwacht dat jullie wat beter waren, man. Hij heeft ook een keertje dit mee. Komt dat het zo klein is? Jullie zijn bij elkaar 2 meter, man, jullie twee. Ik ook. Fish, ik kom op rechts. Ja, ik heb een probleem! Mijn hoor ik er weer eens uit, ineens. Was net. Ik ga richting P9. Fish, ga naar links! Jeroen! Jeroen! Nee, je bekeert... Jeroen! Jeroen, ja, die gaat vol tegen me aan! Jeroen, ja, die gaat vol tegen me aan! Rob, ik sta net P10, hè? We hebben gewoon punten, we gaan punten pakken! Is 18 nog een honorable mention? Ja hoor, zeker. Hey! Rob, shout-out, ik heb ze ingehaald. Ik lig nu op... Nee, ja, maar nu ga ik 12. Ja, oké, dat is kut. Ik haal ze wel weer op in Castle. We kunnen punten halen. Nog 1 ronde houden. Ik kan het doen, Rob, ik kan dit doen! Ja. Daar komen de puntjes weer. Daar is visie niet meer! Plekje omhoog. Applaus. Rob, ik ga dit doen. Puntje, de team. Oh shit, jullie 1 punt. Ik ben ghost. Oh kut. Jullie hebben dus allemaal 1 punt. Ja, daar staan jullie wel voor. Zeg maar. Toch? 1-0. Maar. Hij finished op 10. Let's go, jongen. Puntje voor het team. Williams, jongen. Ik ga Rob nog pakken als het goed is. Jeroen, ik ben ook een finish, jongen. 16 en 17. Hey, goed toch? Ik heb 8 verschillende kleurtjes ineens in me. Ben je wel gewend, hè, Fishy? En zo pakken we dus als team Williams 1 puntje en pakken we de leiding in het kampioenschap. Soort van. Niet goed hoor, jongens. Ja, ik heb Fish, die moet ik dan weer meenemen, denk ik, in de slipstream, maar ja. Hoezo? Je nam er nee inderdaad mee, ja. De muur in! Je ziet het wel in de herhaling, jongens. Ik ben edit. Mattie, je hebt werk te doen. Ik denk niet dat Mattie veel gaat editen in deze video. Ja, je nam er nee inderdaad mee, ja. Ja, dan scheld ik met het K-woord, ja. Ja, hoi. Hey, besef, even een beetje diepgang in deze video, weet je wel. Ook even in plaats van alleen maar dat gelol, man. Hoe kan de Formule 1 nou naar Azerbaijan gaan en de week erna al in Canada zijn? Dan hebben ze dus 4 dagen om letterlijk naar de andere kant van de wereld te gaan. Met auto's en al, hè? Nee, zonder de auto's. Ja. Ja, maar die auto's worden toch helemaal aan elkaar gehaald? Nee, jongen, die auto's niet uit elkaar. Ja. Nee, maar... Die gaan op een truck en dan worden ze gewoon meegenomen. Tuurlijk, vanaf Azerbeidzjan gaan ze vanaf Azerbeidzjan gewoon naar Canada, toch? Dat is gewoon via de... I am love. Maakt toch niet uit waar je kwalificeert. Bocht 1 kun je gewoon rechtdoor hier. Sla dat stukje gewoon over, joh. Slaan we het bochtje gewoon over. Duiken we gelijk het circuit in. Ken je dat, vis? Slaan we het drankje gewoon over? Ken je dat niet? Nee, dat ken ik eigenlijk niet. Ik ben van een andere eeuw, hè? Ja, goed, joh. Ik denk dat ik zo meteen nog even ga pitten zonder dat ik moet. Ben je moe? Nou, ik ben benieuwd. 1, 12, 3. Ik ga 1, 14. Dat gaat niet goed. Echt waar? Rob, waar staan wij? 15 en 16. Weer. Dat is een beetje ons niveau met kwalificatie. Tiende. Jullie zijn dit gewend, want zometeen klapt iedereen in bocht 1 ding en rijden jullie er vandoor. Is tactiek. En dan is het tijd voor een scoop. Ja, vis,
is er jouw nieuwe parodie al uit als dit online komt? Nee, dat is nog niet uit waarschijnlijk, want ik zeg het al 3 maanden namelijk. Oh, dan, ja. Dan kan ik het nog een beetje in verwerken, maar dat kan dus niet. Als je wel live zou willen zingen al nu, of is dat dan te veel... Nee, je moet een beetje teasen, toch? En ik schreeuwde, loot, loot. Ik was direct zo blij met mijn loot, loot. Zoiets. Ah. Ja, dat is precies goed. Maar dan zijn er nog wel effecten overheen, zeggen we. Snap je? It's lights out and away we go! Als hij nu al zo ver af is, dan komt hij toch binnenkort, kan hij dan toch... Ja, maar ja. Ik moet nog beelden opnemen, ik moet goede beelden hebben. Oh, vis, remmen. Wat? Dat ben ik. Oh, sorry. Wat is dit aan de hand, jongens? Jezus, wat een drukte. Jongens, ik heb geel vlag. Geel. Nee, ik dacht vis de muur in, dat vind ik echt geweldig hier. Hey, ik wil gewoon tegen zijn gezicht. Hey, wie doet dit nou? Welke Mogol doet dit? Mattie zeker, hè? Wat een bloedhufter, toch. Huppakee, ik zit vast tegen de muur. Ik heb vis uitgeschakeld, alleen Jeroen nog pakken nu. Jeroen is voor mij, ik rijd 9e. 20e, ik rijd 10e. Hey, je moet even mijn start opnieuw doen. Ik snij gewoon alles af en ik rijd geen penalty. Maar ik moet nog beelden opnemen, ik moet goede beelden hebben. Oh vis, remmen. Wat? Dat ben ik. Sorry. Wat is dit aan de hand, jongens? Jezus, wat een drukte. Jongens, ik heb geen vlag. Heb je geen penalty? Mattie ook geen penalty? Nee, ik heb geen penalty. Maar voor mij was het jouw schuld. Nou, dat kan niet. Dat kan gewoon echt niet. Dat kan gewoon niet. Even Koopmans een berichtje sturen. Maar goed, ik vind de pannenkoek wel lekker. Ik reed gewoon rechtdoor, hè. Mijn automatische stuur die ging tegensturen, maar het deed niks gewoon. Wat? Hé, hey, hoeveelste rij jij, Jeroen? Zesde? Zevende trouwens, want ik word nou ingehaald. Ik sta 18e en die Mitchell achter mij, die heeft 19 seconden straftijd. 19? Ja. Oh, hallo. Deze guy heeft de bocht afgesneden, dat is niet normaal. Hij heeft ook 10 seconden. Hebben jullie wel een setup? Ja. Oei. Oh ja, ik niet. Voor de map bedoel je, setup? Nee. Hoeveel rij je dan, vis? Ik rij nu 18e. Jezus, je kan er ook echt... Heel veel van. Ik denk dat je gewoon even de eerste 10 seconden moet kijken van de race. En dan oordelen of ik echt zo slecht ben dan. Of dat er een of andere debiel met 1 miljoen subs tegen me aan lag te ragen. Oh, nou niet op de zaken vooruit lopen. Nou, dan rij even tegen de muur. Dan kom je... Nee! Nee, ik word geraakt door iemand. Wie was dat? Wie was dat? Ah, een of andere random boy die loopt tegen me aan te kwiebelen. Sven is zeker een vriendje van jou, hè Jeroen? Sven die heeft nu ook 5 seconden penalty gegeven. Hey joh, wat na! Kwijt maar, hij houdt hem! Holy shit, wat een autocontrole! Het zijn geen grappen meer. En die ene gast trouwens die nu net 21 seconden de tijd penalty had, die heeft nu 35 seconden. Je straft me wel, hè? Hey, ik rijd 10e. Rob, hou je punt? Ja, ik denk het wel. Misschien nog zelfs 2. Als ik die nummer 9 er even afjan, ik ga gewoon niet remmen. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Ik ben binnen. Ik heb in ieder geval punten gepakt. Ik heb ook een puntje. Ja, niet best dit. Door de 6e plaats van Jeroen pakt Ferrari 8 punten. En daarmee staan we laatste in het klassement nu. We staan laatste, man. Zijn we laatste? Ja, want AlphaTauri heeft 25 punten gepakt. Die stond op 0. Dat betekent dat we in die laatste race minimaal 7e moeten worden om nog überhaupt een kans te maken. Alleen, conditie is nat, staat er. Nee, Zei je moeder niet vannacht toen ik bij haar lag. Die is Driffel! Wat zei je ook alweer precies? Die valt met die regendruppel van mijn neus! Het was ook mooi dat je zo met je hoofd zo eromheen ging kijken. Intermediates! Hij zei al intermediates. Ja, ik zal full wet doen. Ik zou mediums gaan rijden. Medium, dat kan gewoon. Ja, ik heb gewoon mediums! Wisten jullie trouwens dat Ik Wil Toch Goed het allerbeste platform is om jouw giftcards te halen? En niet alleen voor PlayStation of Xbox of zo, gewoon nog voor 1 miljoen andere dingen. Waaronder bijvoorbeeld Nintendo kaarten. Bijvoorbeeld als je de nieuwe Pokémon Violet of Scarlet wil pre-orderen, zodat je hem al klaar hebt staan op je Switch. Je vliegt zo de lucht in, net als Pokémon. Oh, het is glad. Ja. Ik ben hier op zich redelijk goed in. Ja, dat doe ik. Nee, vraag maar aan Joen. Dat gelooft ook echt geen hond. Ja, je hebt gewoon alle assists aanstaan. Ja, dat helpt. Ik snap ook niet waarvoor zoveel druppels zijn op je ding. Dat slaat helemaal nergens op. Maar heb jij wel eens in een auto gereden? Dan heb je toch ook die druppels op je scherm, of niet? Ja, heb je wel eens bij hem ingezeten? In die vismobiel? Ja. Nou, zo nog een leuk sportief autootje. Maar toen, ineens gebeurde er iets waar het internet niet klaar voor was. Ja, ik ben hier op zich redelijk goed in, op een of andere manier. Fish dat fijn. Oh. Hoe dan? Hoe kan dit nou weer? Brainmaster fish hoor. Hij voelt zich wel als een vis in het water.
Au. Hey boys, we mogen het beste winnen, man. Oh, wat lekker, man. Geen mensen voor me bijna. Vis, jij gaat sowieso... Jij wordt aan de maan gebeukt, hè. Dat weet je zelf ook wel. Ik, Turtle Destroyer, daar ga ik voor. Wat doet hij nou? Ik heb ook een ik word gesandwiched. Hey. Teruggeven. Gaining advantage. Gaining advantage. Nee! Ik ga dwars door die Pirelli-bord heen. Oh nee, kom op nou. Die Pirelli-bord. Rob, waar ben je? Zevende. Ik heb elke keer een ziek goede start. Ik weet niet hoe dat kan. Oh jongens, wat is dit nou? Oh jongens, wat is het voor... Oh, ik spin nou de hele tijd. Ja, maar ik werd gesandwiched door twee man, links en rechts. Ja, dat is niet lekker. Oh, ik heb er ook weer iemand die botsauto's... Oh, dat ben jij! Ja, je moet me daar niet in halen, dat kan ook helemaal niet. Nou jongens, ik rij in een dode niemandsland. Er is er nu al één voor mij, ja. Er is er nu al één mij voorbij. En nu twee. Ja, ik probeer het nu. Ah, nu crash ik zelf. Oh. En nu sta ik achtste. Matty, zal ik die kerel achter jou even pakken? Ja, die moet sowieso weg. Irritant van. Ja, die is heel vervelend. Ja, tik hem er even af dan. Oh, pak hem met z'n tweeën, ja? Zeg, ja, jij remt en dan tik ik hem aan. Oké. Okay. Smit shit up. Hey! Nee! Ah, hij komt weer goed weg, hoor. Ik sta nu achter Matty, maar hij heeft 22 seconden pet time. Scheid, jongens, scheid, sorry. Ja, dit ging sowieso niet meer mijn race worden. Maar Robbie rijdt inmiddels in zijn laatste ronde nog steeds op P8. Hij is degene die het nu moet gaan doen. Oh my god. Shit. Nee, net geen zevende. Shit. Nee, wat ben je? Op, ja, op we hebben gewonnen! We hebben gewonnen, Jeroen! Bam! We hebben hem! We hebben hem! I don't wanna be... I know, we missen net 2 punten om het te doen. Dit is echt zonde. Die guy met de snelste raceronde heeft de ronde in 32 seconden gereden. Hey Fish, ik heb slecht nieuws, man. Je bent laatste geworden. Dat had u echt niet verwacht. Nee, toch? Nee. Ofwel, echt waar? Nee. Nee, 12e in totaal. Nee. Over daar bedoel je? Nee toch? Ja, ondanks dat Fish laatste is geworden in het kampioenschap, hebben we als team deze strijd helaas verloren. En dan rest ons nog maar één ding om te doen. Iets wat de overwinning voor hun misschien iets minder mooi maakt. Het opbiechten dat we met een controller hebben gereden. Ja, gefeliciteerd met jullie overwinning. Wij moeten echt schamen. We hebben echt van die playseats van 25 euro en we verliezen hem gewoon. Ja. Ja, helaas. Ja. Mijn stuur is 1700 euro. Die voor mij 110. Hoe duur is die voor jou, Fish? Wat een stuurtje, hè? 150. Ik zit nu ook te kijken, man. Het is echt bizar. Zeg maar, je hebt ook gewoon van die stuurtjes van een eurotje of 60 of zo. Ja, maar nou, dat is helemaal veel minder goed, man. We hebben geen force feedback. Welke kleur is hij die, Rob? Rood? Ja, mijn is rood. Hey boys, we hebben net met controle gespeeld, man, tegen je. Het zal wezen. Hey, maar... Ja, vals spelen ook nog. Vals spelen? Hoezo vals? Je vals spelen, Fish. Ja, een controller. Hey. Oh, controller is zo moeilijk, kwam ik net aan. Hoezo is dat vals spelen? We konden die mensen gewoon niet inhalen. Fish, je hebt verloren van twee gasten die een controller hebben. Hoezo? Ik heb gewoon met een stuurtje. Ja, ik ben dat oud, is toch veel dus mag, is knap van mij toch, of niet? Nee, Ja, dit was niet helemaal de reactie waar we op gehoopt hadden, maar oké. Okay. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer. De groeten. Kijk eens, liken, hè. Hij gaat veel, veel, veel te diep erin. Ja. Maar ik kon niet eens... Normaal kun je echt wel zien dat je met controle... Oh, zeg maar. Maar dat...